Als die Sandra dit nog twee keer flikt, dan ligt ze sowieso uit de band. Is het niet heel hard voor Sandra? Ja, dat is heel hard voor Sandra. Je mag ook wel eens een keertje hard tegen die Sandra zijn. Heeft al lang genoeg heeft ze naar de band op lopen fucken. Goedemorgen, ik spreek met artiestenbureau Binnenband. Dat kan ik altijd voor je regelen. Nou, dan pakken we Louise. Die boek ik dan vanavond voor je in. Nou ja, dit soort dingen, weet je. Dat is gewoon zo gepiept. We houden van korte lijntjes. Of ik haar ter plekke wilde zoenen. Of meenemen naar een vreemd, exotisch oord. Hier ver vandaan. Waar haar haar tot in de eeuwigheid zou verwennen. Louise. Strelen. Fijn dat we jou mogen interviewen, dankjewel. Ja. Wat me eigenlijk meteen opvalt is het boekje wat je achter je ligt. Een passie van je? Ja, dat is wel een... dat is wel een guilty pleasure van mij, ja. Ja. Nou, het is wel heel romantisch of zo. Het zijn echte mannen, hè, die een vrouw het hof maken. En ja, je kunt er wel een beetje bij wegzwijmen of zo. En wat is erger? Drugs of de boeketreeks? Dan is de boeketreeks wel, denk ik, een zwaardere tol op je geest ook, ja. Zie je het niet als vorm van ontspanning? Lezen als ontspanning? Nee. Dat is wel mooi. Ik probeer tijdens het interview zoveel mogelijk... naar mij te kijken en de camera te negeren. Oké. Okay. Vult wel een bepaald gat in de Nederlandse popscene. Wat betekent dat voor jullie? Uh-huh. De Nederlandse popscene, zeg je. Hmm. We zijn geen pop. Sorry. Nou, en dan 's ochtends doe ik natuurlijk stemoefeningen. Essentieel. Voordat ik de telefoon opneem. Voordat ik de deur open doe. Voordat ik zelfs mijn eigen moeder gedag zeg, eerst stemoefening. Ben je blij met waar je nu staat? Ik kom nu natuurlijk meerdere banen tegelijkertijd. Hè. 's Avonds op podium, 's middags dan in de taxi. En ik merk toch wel, in beide gevallen is het echt bijna letterlijk een glazen wandje die er tussen zit. Tussen mij en het publiek en de rest van de band. Wij willen dat die vrouw daar op het podium datgene geeft waar je behoefte aan hebt. Klinkt bijna als porno. Nou, zo zou je het niet. Nee, zo zou je het niet, niet moeten zeggen. Het is toch wel even een soort vlucht in een andere werkelijkheid. En een andere werkelijkheid. Ik denk dat die werkelijkheid ook bestaat. En ik denk dat die ook wel voor iedereen is weggelegd. Hoe ben je in Hemelaan bij Louise terechtgekomen? Nou, dat was toch wel weer via de Binnenband dan. Het is wel, als je echt even diep in de shit zit, dan is dat het eerste telefoonnummer wat je belt. Ja, na je weeddealer dan, in dat geval. Eerst eventjes de edge eraf tekenen en daarna dan ga je bezig met het oplossen van het probleem. Wanneer er dus een zangeres uitvalt of drummer wegloopt, bassist pleinvrees heeft, dan kun je bij de Binnenband terecht, ze lossen het voor je op. Ik keek naar buiten. En ik zag een fiets, maar het was niet zomaar een fiets. Het was echt een die banden van die fiets. Toen wist ik het gewoon. De Binnenband. Ja. Ik heb me laten vertellen dat Louise jullie kon versterken. Ja. Louise Laaghand. Absoluut. Wat verwacht je van haar vanavond? Nou, als ik mag afgaan van het werk wat ik van haar gehoord heb bij de Bombay Bicycle Club, dan gaat het helemaal goed komen. Kan ze jullie grootste... Ja, hit mag ik toch wel zeggen. Kan ze dat dragen? I don't search, I find bedoel je? Ja, dat klopt. Ja, dat gaat lastig worden. Zeker in het refrein heb je een aantal keren de hoge vies. Dat is inderdaad behoorlijk lastig, maar ik denk dat zij het wel kan. Wat misschien wel heel erg interessant is om te weten, is dat Clint Eastwood hier ooit is geweest. Dat moment zal ik nooit meer vergeten. Ja, hij ziet er echt uit als een lucifer. Ja, moet ik een boodschap hebben eigenlijk voor het publiek? Bijvoorbeeld? Nou, neem schoon ondergoed mee. Dat voornamelijk. Hey! Witse! Hallo Louise! Hallo! Oh, hi.
toi. Ja. Neem nog even een slok. Oh, dankjewel, schat. Ja, ik zou hem in één keer atten. Atten in de deur. Hoppa! Ja, ze vond het beste. Ik vond het beste van zijn wel uiteindelijk.